geeft God je niet meer dan dat je aan kan. Het is heel populair tegenwoordig om te zeggen dat God je niet meer geeft dan dat je aan kan. De vraag is of dat Bijbels juist is. Geeft God je meer dan je aan kan of niet? God spreekt in zijn woord over verdrukking en over verzoeking. En hij zegt over beide dat hij je er doorheen wil helpen, maar hij belooft nergens dat hij verdrukking weg zal halen of dat je geen verzoeking richting zonde mee zal maken. Je zal verdrukking hebben door de wereld. Je zal verzoeking meemaken richting zonde, door je eigen vlees, door de wereld en door de vijand. Maar de Heilige Geest draagt je door verdrukking en leidt je uit verzoeking als jij luistert naar zijn stem. Dus geeft God je meer dan je aan kan? Zeker weten. Maar hij is de God die je er doorheen draagt. Maar laten we samen Bijbels denken gaan toepassen op de vraag, geeft God je meer dan je aan kan, om tot de Bijbels juiste conclusie te komen. Mijn naam is Casper de Haan. Ik heb het voorrecht om te dienen als een van de voorgangers in de lokale kerk waar ik woon. Of in de lokale kerk in het dorp waar ik woon, want ik woon echt niet in de kerk, want we huren het pand. Maar een van mijn grote passies is om mensen het woord van God te onderwijzen. En ik wil heel graag dat mensen leren om zelf het woord van God te onderwijzen. Maar vooral ook om Bijbels denken toe te passen op alle dingen die we horen. Op alle dingen die we doen, op de dingen die we meemaken, op tradities, op gewoontes, op wat dan ook. En Bijbels denken is juist nu heel erg van belang. Want zoals er in de brief aan Timotheus staat, zullen er in de laatste dagen mensen zijn die alleen maar op zoek zijn naar leraren die hun oren strelen, die de dingen vertellen die ze willen horen. En het is natuurlijk fantastisch om bijvoorbeeld te horen dat God je niet meer geeft dan dat je aan kan, dat niks waar jij doorheen gaat te moeilijk voor jou is om doorheen te gaan. Dat is bemoedigend, dat is fijn, dat voelt goed om te horen, maar de vraag bij alles is dit Bijbels? Want Bijbels denken moet ons leven regeren. Niet denken naar dat van de wereld. Niet denken naar van mijn vlees. Maar denken naar Gods woord. Want zijn woord is waarheid. Mijn gedachten zijn zeker weten geen waarheid. Dus laten we Bijbels denken onszelf aanleren door de Bijbel te laten spreken. Nou, het is een veelgehoorde uitspraak in de kerk vandaag dat God je niet meer geeft dan je aan kan. En dit statement wordt gebruikt om mensen gerust te stellen, om ze te helpen in lastige tijden. En men probeert hierbij echt om mensen te helpen, om ze te ondersteunen, ze overeind te houden, om ze een duwtje in de goede richting te geven. Dus de intentie is vaak heel goed achter deze woorden. Maar we moeten, zoals de mensen in Berea die in Handelingen 17:11 alles toetsten wat Paulus tegen hen zei aan de schrift om te zien of het waar was. We moeten dus ook deze uitspraak toetsen. Alles wat ik zeg moet door jullie getoetst worden. Want als ik iets zeg wat niet overeenkomt met de Bijbel, heb ik geen gelijk, want de Bijbel heeft gelijk. We moeten alles wat wij in de kerk, op YouTube, in podcasts of wat dan ook horen, moeten wij toetsen aan de Bijbel. Want alleen de Bijbel is waarheid. Alleen de Bijbel geeft woorden van eeuwig leven. De Bijbel geeft ons de gedachten van Christus, zoals 1 Korinthe ons leert. En dat is wat wij nodig hebben. Dat is wat wij in ons eigen leven moeten hebben. Waarheid, de gedachten van Christus. Gods woord op nummer 1, als het aankomt op ons denken. De uitspraak, God geeft je niet meer dan je aan kan, wordt gebaseerd op wat er in 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 13 staat. En daar staat, meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. En je ziet sowieso al dat heel selectief naar een gedeelte van dit vers wordt gekeken, want er staat, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. En dan stoppen we met lezen. We beginnen niet eerder in het vers, we lezen niet verder vanaf daar. We zeggen, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kan. En zo op het eerste oog lijkt deze uitspraak dus ook valide te kunnen zijn. Het lijkt een uitspraak die je zou kunnen gebruiken om iemand te bemoedigen. Maar de vraag is of dit is wat de tekst bedoelt. Of dit is wat Paulus wilde communiceren aan de kerk in Korinthe. Of dit is wat God tot jou, u en mij wil zeggen. Maar wat nou als iemand door een verschrikkelijke situatie heen gaat, als het verliezen van een geliefde? Een ouder die een kind verliest?
Iemand die zijn of haar partner verliest. Een man die zijn vrouw of een vrouw die haar man verliest. Kinderen die een ouder verliezen. Dan zeg je toch niet tegen die persoon, ja, maar dit is niet meer dan dat je aan kan. Het verliezen van iemand zal sowieso voelen als meer dan dat je aan kan. Zeker als die persoon zo dichtbij staat als een ouder of een kind of een man of vrouw. Verlies en pijn als dit zal ondraaglijk voelen. Het zal je overspoelen, het zal je overweldigen. Dus hoe plat en hoe ongevoelig is het dan om te zeggen, meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. We kunnen dit vers niet op elke situatie plakken. Net zoals dat je in deze situatie ook niet met Romeinen 8:28 aan kan komen. Alle dingen werken mede ten goede voor hem die gelooft. Hoe kwetsend is dat? Hoe kwetsend is het als iemand alles verliest dat ze hebben? Als iemand ziek wordt, als iemand pijn, verdriet of moeite heeft. En dan komen sommige mensen aan met ja, maar God geeft je niet meer dan dat je aan kan. Het is heel ongevoelig om dan dit vers daarop te plakken. Want het zal degene die lijdt het idee geven dat je hun pijn niet serieus neemt. En heel eerlijk, dat doe je ook niet als je dit vers zomaar daarop toepast. We horen juist te huilen met hen die huilen, zegt Romeinen 12:15. We horen de lasten van de ander te dragen, zegt Galaten 6:2. Dan kunnen we niet gewoon even met een Bijbeltekst gooien. We moeten dan begrijpen wat het woord zegt om te weten hoe we de last van de ander kunnen dragen. Om te weten wat we moeten doen in de situatie. En misschien is wel het beste wat je kan doen hetgene dat de vrienden van Job de eerste week deden, voordat zij de kapitale fout maakten dat ze hun mond open deden. De vrienden van Job zaten eerst een week in stilte bij hem. En ze zeiden niets. Soms is dat het allerbeste dat je kan doen. Bij iemand zijn en that's it. Niet aankomen met een tekst als, ja maar God geeft je niet meer dan dat je aan kan. Zeker niet als je gaat kijken, gaat inzoomen op die tekst en daarachter gaat komen dat daar helemaal niet iets staat over iemand die bijvoorbeeld een verlies geleden heeft. We moeten de tekst juist interpreteren. Om te weten wat het betekent, zodat we kunnen weten waar, hoe en wanneer we het kunnen toepassen. Paulus schrijft nogmaals, meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Ik wil samen met jullie kijken naar een aantal dingen over deze tekst. Gaat dit echt over dat God je niet meer geeft dan dat je aan kan? Of gaat het ergens anders over? Dus ik wil beginnen met kijken naar de context en de betekenis van de woorden die er in deze tekst staan. En om te kijken naar de context en daarmee om te bekijken wat de betekenis is van 1 Korinthe 10 vers 13, wil ik met jullie niet alleen 1 Korinthe 10 13 lezen, maar ik wil 1 Korinthe 10 vers 1 tot en met 13 lezen. Daardoor pakken we de context, pakken we de gedachte die Paulus aan het communiceren is. Niet één deel eruit. Want anders zou je namelijk ook kunnen zeggen dat er in de psalmen staat, er is geen God. En daarmee dat de Bijbel dus zichzelf tegenspreekt. Want de Bijbel zegt dat ook letterlijk, in de psalmen, er is geen God. Alleen ervoor staat, de dwaas zegt in zijn hart. Dat geeft context aan een statement. Dus om te kunnen bepalen wat 1 Korinthe 10, 13 betekent, gaan we samen lezen vanaf vers 1 in 1 Korinthe hoofdstuk 10. Paulus schrijft daar, en ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt, dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan. En dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots was Christus. Maar in de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want zij zijn neergeveld in de woestijn. En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons. Opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen zoals ook zij verlangd hebben. En wordt geen afgodendienaar zoals sommigen van hen. Zoals geschreven staat, het volk ging zitten om te eten en te drinken en zij stonden op om te feesten.
En laten wij geen hoererij bedrijven zoals sommigen van hen hoererij bedreven hebben. En op één dag vielen er 23.000. En laten wij Christus niet verzoeken zoals ook sommigen van hen hem verzocht hebben en door de slangen omgekomen zijn. En mor niet zoals ook sommigen van hen gemord hebben en omgekomen zijn door de verderver. Al deze dingen nu zijn hun overkomen als voorbeelden voor ons. En ze zijn beschreven tot waarschuwing voor ons over wie het einde van de eeuwen gekomen is. Daarom wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Dit is het stuk tekst waar we het over hebben. Dit is het stuk tekst waaruit gehaald wordt: God geeft je niet meer dan jij aan kan. Maar als je gaat kijken, zie je dat Paulus hier tegen de kerk in Korinthe spreekt. En aan de kerk in Korinthe laat hij het voorbeeld van Israël zien. Hij laat zien wat God allemaal aan Israël heeft laten zien in vers 1 tot en met 4. Maar hij laat ook zien dat Israël God niet aangenomen heeft in vers 5. Hij zegt in vers 6 dat Israël een voorbeeld voor ons geworden is. Specifiek in het feit dat ze steeds verleid werden om weg te lopen bij God, zoals vers 7 tot en met 10 omschrijft. Want er was overal verleiding om Israël heen. Verleiding die ze steeds niet of niet steeds konden weerstaan. Soms weerstonden ze de verleiding tijdelijk, maar na een tijdje gingen ze weer die verleiding als normaal zien en gingen ze erin mee. En ook hierin waren ze vers 11 weer voorbeelden voor ons wat ervoor moet zorgen dat wij goed op onszelf letten en niet trots worden, zoals vers 12 zegt. Daarom wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. Oftewel, als jij denkt, ja, maar dat voorbeeld van Israël, hè, dat waren zij. Nee, dat is ook jouw neiging. Dat is ook waar jij toe in staat bent als mens. En voor Paulus vers 13 opschreef, voordat Paulus zei dat een niet meer dan een menselijke verzoeking ons overkomen is, heeft hij het gehad over het verlangen naar kwade dingen in vers 6. Over het zijn van afgodendienaars in vers 7. Over het bedrijven van hoererij in vers 8. Over God specifiek Christus verzoeken in vers 9. En over morren tegen God in vers 10. Die vijf dingen noemt hij. Dat zijn voorbeelden van zonden die Israël gedaan heeft tegen God, waarin zij een voorbeeld zijn voor ons om van te leren hoe wij niet horen te wandelen. En door deze keuzes heeft God geen welgevallen gehad in hen, zegt vers 5. Door hun foute keuzes zijn zij een voorbeeld voor ons van wat wij niet horen te doen. En dit is wat Paulus de Korintiërs uitlegt voordat hij begint aan vers 13. En met die context in het achterhoofd, het voorbeeld van Israël, de fouten die zij maakten, het feit dat zij een voorbeeld zijn van dingen die wij niet horen te doen en dat we onszelf daaraan moeten herinneren, spreekt Paulus vers 13 uit. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen en God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Paulus zegt hier, met alles dat Israël gedaan heeft, en hij noemt de voorbeelden. Alles dat Israël meegemaakt heeft van God, en hij noemt de voorbeelden. Is hun niet meer dan een menselijke verzoeking overkomen? Is ons nooit meer dan een menselijke verzoeking overkomen? En dan zegt hij, God is getrouw, hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar om echt goed te kunnen begrijpen wat Paulus bedoelt met meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen, moeten we begrijpen wat het woord verzoeking betekent. Want dit wordt vaak geïnterpreteerd als God geeft je niet meer dan je aan kan. Oftewel een lastige situatie in je leven. Of iets moeilijks wat er op je pad komt. Of een uitdaging of welke terminologie er ook op toegepast wordt. En waarmee het idee geschapen wordt, gegeven wordt, dat God ons niet heftigere dingen zal geven dan dat we aankunnen. Maar is dat wat het betekent dat niet meer dan een menselijke verzoeking ons overkomen is? Het Griekse woord voor verzoeking is het woord parasmos.
dat heeft het idee van iets testen. En specifiek gaat het in deze context om het testen van iemands geloof. Israëls geloof werd getest. God had ze allerlei dingen laten zien van zichzelf. Ze hadden het manna, ze hadden de rots die ze volgden, ze hadden allerlei dingen van God die ze hadden gezien. En ze faalden keer op keer op keer op keer. Die vijf dingen die Paulus noemt waarin ze faalden. Afgodendienaars, hoererij, morren, etc. Israël rende weg in zonde. Ons geloof wordt getest, maar het is niet meer dan een menselijke verzoeking. Jacobus 1, vers 12 tot en met 15 zegt het volgende over een verzoeking. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, getest, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, verzoeking, verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar, en hier komt het, ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde, en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dit gaat niet over een lastige situatie waarbij je iets verliest. Waarbij je door pijn, door moeite of door vragen heen gaat. Dit gaat niet om het verliezen van je partner, je kind, een geliefde. Verzoeking in de Bijbel is iets dat niet van God komt. Is niet een willekeurige omstandigheid. Het is iets dat komt door je eigen begeerte, zegt Jacobus 1:14. Niemand kan zeggen, ik word door God verzocht. En dat woord verzocht is hetzelfde woord als wat we in 1 Korinthe 10 zien. De verzoeking in 1 Korinthe 10 is dus niet iets dat God je geeft. Maar nogmaals, vers 14 van Jacobus 1. Ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Dus net zoals de context van 1 Korinthe 10 laat zien, gaat het hier om zonde en om zondige keuzes van de mens. Dus niet meer dan een menselijke verzoeking is jou overkomen, dat betekent dat de verleiding om te zondigen die jou en ieder ander mens overkomt, niet meer is dan een willekeurig ander mens heeft meegemaakt. Maar God is getrouw, hij zal in de verzoeking ook een uitkomst bieden. De mens wordt dus niet verzocht door God, maar door wat ons zondige vlees van ons wil. En als je dus inzoomt op 1 Korinthe 10, 13, zie je dat God bij elke verzoeking, dus elke verleiding om te zondigen door ons eigen vlees, dat die verzoeking niet van hem komt, maar dat hij in die verzoeking wel een uitkomst biedt. Een keuze die je kan maken waardoor je niet zondigt, maar waardoor je heilig handelt naar zijn wil. En dat betekent dus dat God in zijn liefdevolle genade ervoor zorgt dat er een keuze is om te ontsnappen aan de zonde. Hij zorgt ervoor dat je kan kiezen om het Bijbels juiste te doen in de plaats van te zondigen. Dat is waar 1 Korinthe 10, 13 over gaat. Dat is waar 1 Korinthe 10 over gaat. Want waar Israël koos om te morren, hadden ze ook dankbaarheid kunnen betonen. Waar Israël koos voor hoererij, hadden ze ook kunnen kiezen voor heilige relaties. Waar Israël koos voor tegen God in opstand komen, hadden ze ook kunnen kiezen voor gehoorzaamheid. Als ze zich hadden overgegeven aan God, als ze hadden geluisterd naar zijn stem en als ze hadden ingezien dat hij altijd een uitkomst biedt. Dat is waar 1 Korinthe 10, 13 over gaat. En voor de duidelijkheid, wanneer God een uitkomst geeft, dus niet als, maar wanneer, want God geeft hem altijd, hoeft dat geen leuke uitweg te zijn. Want het kan namelijk dat jij jezelf flink verschut moet zetten om niet mee te gaan in zonde. Het kan zo zijn dat het je iets gaat kosten, ofwel heel wat gaat kosten, om uiteindelijk niet mee te gaan in zonde. Het kan zijn bijvoorbeeld dat je op je werk meegaat in iets dat uiteindelijk fraude is. En dat jij voordat het verder gaat, dat jij naar je leidinggevende gaat en zegt, jongens, ik kan dit echt niet, we hebben dit en dit gedaan, het is fout. Dan kan het zijn dat het je baan kost.
Het kan zijn dat wanneer jij in de verleiding voor seksuele zonde komt, dat jij letterlijk met de broek op je enkels weg moet rennen. Het kan zijn dat jij een hoge prijs moet betalen om uiteindelijk niet te zondigen. Kijk naar Jozef. Toen hij verleid werd door de vrouw van Potifar, rende hij weg en hij werd ervoor in de gevangenis gegooid. Het kostte hem heel wat om de uitweg die God hem had gegeven, om die te bewandelen. Maar hij koos hem wel omdat het de juiste weg was om te bewandelen. Wat het je ook kost, God biedt altijd een uitweg uit verleiding, verzoeking. Hij biedt altijd een uitweg om niet te zondigen. De strijd die Paulus in 1 Korinthe 10, 13 noemt, is dus niet de algemene dingen van het leven. Of zware omstandigheden of moeilijkheden die je kunnen overkomen. Dit gaat om verzocht worden door je eigen vlees. Dus je kan dit vers niet gebruiken om te zeggen, God geeft je niet meer dan je aan kan. Dat statement is niet hard te maken op basis van 1 Korinthe 10, 13. Paulus heeft het op basis van de directe context, zowel als de rest van de Bijbelcontext, over iets heel anders dan God geeft je niet meer dan je aan kan. Paulus spreekt over verleiding, over zonde en over zondige keuzes die je maakt door je eigen zondige verlangens. Dit is iets wat ieder mens overkomt. Verleiding, verzocht worden. Dit is iets waar wij allemaal tegenaan lopen door het zondige vlees dat wij hebben. En daarin mogen wij bemoedigd zijn door 1 Korinthe 10, 13. God geeft een uitweg, ook als jij al meegaat in de verleiding, in de verzoeking. God biedt een uitweg, zodat je niet hoeft te zondigen. Zodat je zijn wil kan doen in de plaats van je eigen wil. Maar niet alleen zullen we verzoeking meemaken, we zullen ook verdrukking meemaken. Lastige situaties. Mensen die ons aan de kant schuiven, die ons verkeerd behandelen en dat soort dingen vanwege ons geloof of gewoon de dingen van het leven waardoor we ons weggedrukt voelen. Verlies van spullen, verlies van een partner, verlies van een geliefde, een kind, een ouder. Pijn, vragen, moeite. Ook daar zegt God dingen over, maar daar gaat 1 Korinthe 10, 13 niet over. Dus we kunnen dat vers niet gebruiken om te zeggen, God geeft je niet meer dan je aan kan. Dus bijbels gezien is dat statement niet hard te maken op basis van het vers dat men hier vaak voor gebruikt. Nou, een tweede ding waar ik met jullie naar wil kijken is wat dit statement over God zegt. God geeft je niet meer dan je aan kan. Want ik heb echt wel een issue met dit statement. Ik heb echt problemen met dit statement. God geeft je niet meer dan je aan kan. Want het zegt namelijk dat God je zal beschermen van allerlei moeilijke dingen in het leven. En hij zal de echt lastige dingen, de dingen die te groot zijn, aan je voorbij laten gaan. Want dat zou meer zijn dan dat jij misschien aan kan. En dit zorgt ervoor dat we niet juist naar God gaan kijken. Want wat nou als er dan toch iets gebeurt wat niet prettig is? Wat meer is of meer voelt dan dat wij aan kunnen? Ja, maar God, u had toch gezegd in uw woord dat waar is, dat u niet meer zou geven dan dat ik aan kan. Hoe durft u, God? We gaan God de schuld geven, we worden misschien wel boos, we worden bitter richting God. Om een reden die niet bijbels is. Er is geen reden om ooit boos te zijn op God. Om ooit bitter te zijn richting God. Want nergens belooft God dat we nooit zware dingen zullen meemaken. Als wij gaan geloven dat God ons niet meer geeft dan dat we aankunnen, dan gaan we naar God kijken als iemand die alleen maar leuke, fijne, prettige dingen voor ons wil. En dat dat het enige is wat hij ons laat overkomen. En als er iets anders gebeurt, dan is het Gods schuld. En dan worden we boos op God. Jezus zegt het volgende in Johannes 16, vers 31 tot en met 33. Jezus antwoordde hun, gelooft u nu? Zie, de tijd komt en is nu gekomen dat u uiteengedreven zult worden. Ieder naar het zijne en u mij alleen zult laten. Toch ben ik niet alleen omdat de Vader bij mij is.
Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen, zegt Jezus. Jezus zegt hier tegen zijn discipelen dat ze uiteengedreven zullen worden in vers 32. Hij spreekt over dat ze verdrukking zullen hebben. Geen van de dingen die Jezus hier belooft aan zijn discipelen die hun gaan overkomen, zijn leuk. Dit is niet fijn, prettig of gezellig. Dit is niet iets waar je als christen naar uitkijkt. En toch zegt Jezus, dit is onderdeel van jullie toekomst. Dit is wat jullie gaat overkomen. Gelukkig zegt hij ook, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen in vers 33. Hij zegt hier echter niet dat hij elke situatie weghaalt. Hij zegt dat hij uiteindelijk overwint, maar niet dat elke situatie weggehaald wordt. Paulus schrijft zelf in 2 Korinthe 11, vers 23 tot en met 28 het volgende. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige. Ik sta boven hen. In ingespannen arbeid veel vaker. In slagen bovenmate. In gevangenissen veel vaker. Dikwijls in doodsgevaar. Van de Joden, zegt Paulus in vers 24, heb ik 5 maal de 40-1 zweepslagen ontvangen. 5 maal. Dat zijn bijna 200 zweepslagen. Denk daar eens over na. Meer dan bijna 200 zweepslagen. Hij heeft 195 zweepslagen gehad. God geeft je niet meer dan je aan kan. 195 zweepslagen in het geval van Paulus. Vers 25. 3 maal ben ik met de roede gegezeld, met een stok. 1 maal ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Een hele dag in de open zee. Niet op zo'n inner tube of niet op zo'n bandje lekker aan het zonnen. Nee, schipbreuk. Op reis, vers 26, was ik vaak in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar van de kant van volksgenoten. In gevaar van de kant van heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar onder valse broeders. In inspanning en moeite. Vaak in nachten zonder slaap. In honger en dorst. Vaak in vasten. In koude en naaktheid. Afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Dit is een lijst die we niet vaak op zondagochtend lezen. Of voor je stille tijd. Iets wat je bemoedigend gaat bestuderen. Of wat als het vers van de dag naar boven komt. Van de Joden heb ik 5 maal 30 min 1 zweepslagen ontvangen. En toch is dit de realiteit van Paulus' bediening. Dit zijn heftige dingen. Dingen die voor iedereen, en als je er 1 van mee zou maken, zou het al meer zijn dan dat je aan kan. En Paulus maakt die hele lijst mee. Die hele lijst van dingen maakte hij mee als onderdeel van zijn bediening aan God. Dit is waar hij door God geleid doorheen moest gaan. Dit is waardoor hij allerlei lessen leerde die hij alleen daar doorheen kon leren. Want hij heeft in 2 Korinthe 11 gesproken over deze dingen. Over alles wat hij leerde. Of wat hij meegemaakt had. In 2 Korinthe 12, vers 7 tot en met 9, staat het volgende. Opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen, hij spreekt over dat hij hiervoor gehoor in de hemel geweest is. En dat hij daar dingen gezien heeft die hij niet eens kan omschrijven. Opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht, zegt God, wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Paulus had 3 maal aan God gevraagd om wat hij meemaakte, die engel van Satan die hem met vuisten aan het slaan was, om die weg te halen. Maar God wilde dat Paulus leerde leven vanuit genade. Hoe zou Paulus gereageerd hebben als hij dacht dat God hem niet meer zou geven dan hij aankon?
Hoe ontmoedigd en gekwetst, verlaten en alleen zou Paulus zich gevoeld hebben? Zou Paulus überhaupt nog geloofd hebben, na alles wat hij meegemaakt had? Na de eerste keer dat hij zoiets meemaakte, zou hij nog doorgegaan zijn met het zijn van een zendeling? Als hij had geloofd, God geeft mij niet meer dan dat ik aan kan. Het is zo ontzettend belangrijk om Bijbels juiste dingen over God te geloven. Het is zo belangrijk dat we Bijbels denken over alle dingen, over God, over onze omstandigheden, over hoe we horen te reageren in elke omstandigheid. Dat zorgt er namelijk voor dat we juist naar situaties, naar mensen, maar ook naar God zullen gaan kijken. Bijbels juist denken is zo belangrijk. Paulus zegt in 2 Korinthe 1 vers 8 en 9. Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking. Dat is helemaal aan het begin van dezelfde brief. Die ons in Azië overkomen is. Zie je, ander woord, hè? Verdrukking ten opzichte van verzoeking. Wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen boven ons vermogen. Zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen. Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Wat Paulus hier letterlijk zegt, is dat hij boven zijn vermogen dingen meemaakte. De verdrukking die boven zijn vermogen was. Maar dat kan niet, want God zal je niet meer geven dan dat je aan kan. Wat is nou Bijbels waar? Nou, we zullen dus anders naar 1 Korinthe 10, 13 moeten kijken. Zoals we al eerder uitgepakt hebben, dat dat niet gaat over lastige omstandigheden. Maar dat dat gaat over zondige keuzes. En dat God daarin een uitkomst biedt. Paulus is slechts één voorbeeld van iemand die door meer heen ging dan dat ze uit zichzelf aankonden. Denk aan Jozef die verkocht werd door zijn eigen broers. Hoe moet dat geweest zijn? Wat moet er door die jongen heen gegaan zijn? Denk aan de profeet Hosea. Die moest trouwen met een vrouw die een prostituee was. En niet alleen dat, maar ze ging ook steeds terug naar het zijn van een prostituee. En zo zijn er nog talloze voorbeelden van mensen die door dingen heen gingen die ver boven hun eigen vermogen waren. We misleiden onszelf. En we krijgen een ontzettend verkeerd beeld van God als we denken dat wij niet meer zullen krijgen dan wij aankunnen. Is het echt Bijbels waar dat God je niet meer geeft dan dat je aan kan? Het antwoord is nee. Geeft God je meer dan je aan kan? Ja, want dat zien we bij Paulus, dat zien we bij Jozef, dat zien we bij Hosea. God laat ons soms door hele heftige dingen heen gaan, maar hij is bij ons in die dingen. Dat is wat Jezus zei in Johannes 16, 33. Hij heeft de wereld overwonnen. Hij is erbij. Hij draagt ons. We ervaren het misschien niet altijd zo. Zeker niet op de momenten dat het echt lastig is. Maar juist dan mogen we leren bouwen op wat we weten in plaats van wat we voelen. Het statement, God geeft je niet meer dan dat je aan kan, dat is een op gevoel gebaseerd iets. Want een liefdevolle God zou mij toch niet door meer laten gaan dan dat ik aan kan? Een God die van mij houdt en almachtig is, die zal toch bepaalde dingen bij mij weghouden? We mogen leren bouwen op wat we weten, wat er in Gods woord staat. We moeten een correct beeld van God opbouwen. En dat gaat met vallen en opstaan. Mijn beeld van God wordt nog dagelijks gecorrigeerd. Maar dat kunnen we alleen in zijn woord vinden. En daarom moeten we toetsen wat we horen, moeten we Bijbels denken over alles dat we meemaken. De uitspraak, God geeft je niet meer dan dat je aan kan, geeft jou, mij en ieder mens een verkeerd beeld van God. Het legt de verwachting neer dat God allerlei dingen bij je weghoudt, terwijl dat niet Bijbels te onderbouwen is. Dus laat de Bijbel alsjeblieft je beeld bepalen van wie God is, van wat hij doet, van hoe hij dingen doet. Zodat je God ook zal zien zoals hij is in de situatie waar je in zit.
Hij is veel beter dan iemand die alleen maar lastige dingen bij je weghoudt. God is veel groter dan dat. God is juist degene die jou kan en wil helpen. De Heilige Geest is de helper. Zo wordt hij omschreven in het woord van God. Hij wordt omschreven in Ezechiël 36, 27 als degene die ons zal helpen om Gods woord te houden en te doen. Hij is degene die ons zal leiden in alle waarheid, zegt Johannes 16, 13. Zodat we zullen wandelen naar die waarheid. Dat is wie God is. Dat is hoe God dingen doet. Dus wat er ook op je afkomt, je mag leren vertrouwen op God. Je mag leren vertrouwen op de God van de Bijbel, de echte God van de Bijbel. In Handelingen 27 zien we een voorbeeld van hoe dit gaat. In dat rijtje wat we in 2 Korinthe 11 gelezen hebben, stond er dat Paulus schipbreuk geleden heeft, meerdere keren. En Handelingen 27 is een van die keren dat Paulus schipbreuk leed. En hij was hier op een door God geleide zendingsreis. Het was niet zoals Jona, die in de zee gegooid werd op basis van zijn eigen ongehoorzaamheid. Dit was echt, Paulus was op de juiste plek, op het juiste moment. En in Handelingen 27, vers 21 tot en met 25 staat het volgende. En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei, O mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en zo deze hinder en schade moeten voorkomen. Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er een engel van God, van wie ik ben en die ik ook dien. Bij mij die zei, wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer terechtstaan. En zie, God heeft u allen die met u varen geschonken. Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof, God, dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. Wat we hier zien is dat God bij Paulus was. Paulus ging door iets ontzettend zwaars heen. Een schipbreuk, terwijl hij onderweg was naar Rome om beoordeeld te worden door de keizer. Hij werd weggestuurd uit zijn eigen land door zijn eigen volk, omdat hij niet geloofde in de Heer Jezus. En hij ging naar Rome om daar zijn zaak te laten horen. En onderweg wist hij dat ze iets niet moesten doen, namelijk bij Kreta wegvaren. Mensen luisterden niet naar hem en daardoor, door hun stommigheid, zat hij nu in schipbreuk, met honger, met een schip dat vast aan het lopen was. Hoeveel reden zou Paulus menselijk gezien hebben om te zeggen, ja God, zoek het nou uit. Ik zou toch niet meer krijgen dan dat ik aan kan. Maar Paulus blijft op God vertrouwen, omdat God bij hem was. In deze situatie leidde God. God hielp hem. En God zorgde ervoor dat hij zijn kind beschermde in deze omstandigheid. Dat is wie hij is, dat is hoe Paulus gered werd en dat is hoe goed God is. Zijn trouw, juist ook in pijnlijke omstandigheden, dat is iets waar je op kan vertrouwen. Koning David, in 2 Samuel 11, was juist het tegenovergestelde. Iemand die juist verleid werd door zijn eigen vlees. Hij had veel mogelijkheden om daar niet terecht te komen, om een wijze keuze te maken, om goed met de verleiding om te gaan, maar dat deed hij niet. Waar we bij Paulus zagen dat het niet verzoeking, maar verdrukking was, zien we bij David dat het geen verdrukking, maar verzoeking is. Zoals we overgelezen hebben in 1 Korinthe 10, 13. 2 Samuel 11, vers 1 en 2. En het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar, in de tijd dat de koningen ten strijde trekken, dat David, Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurden. Zij richtten de Ammonieten te gronden en belegerden Rabba. David echter bleef in Jeruzalem. Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde. Vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. Deze vrouw nu was heel knap om te zien. En vanaf hier gaat het fout. Vanaf hier kiest David ervoor om Batsheba, want dat is deze vrouw, om haar bij zich te roepen, om met haar naar bed te gaan. Vanaf hier zondigt hij met overspel. Hij laat de man van Batsheba, namelijk Uria, vermoorden. Hij doet allerlei zondige dingen.
En dat allemaal omdat hij niet met zijn manschappen meeging het veld op. David bleef echter in Jeruzalem. David was niet op de plek waar hij hoorde te zijn als koning. En daardoor bracht hij zichzelf in de positie om verleid, om verzocht te worden. Zijn vlees richting lust was zwak. Zijn vlees richting vrouwen was zwak. Dat is precies waar Satan hem op pakte. Hij had weg kunnen kijken van Bathsheba. Hij had haar niet hoeven roepen. Hij had onderweg dat zij naar het paleis kwam kunnen denken, dit is niet wat God van mij wil. Hij had niet met haar naar bed hoeven gaan. Hij had zoveel en meer mogelijkheden dan dat wij kunnen bedenken om niet te luisteren naar zijn eigen vlees. Om niet te luisteren naar die verzoeking. God gaf hem elke mogelijkheid om niet te zondigen, om goed om te gaan met verleiding. Maar David luisterde alleen naar zijn vlees. Daardoor ging hij mee met verleiding en zondigde hij. Dit is het verschil. In verdrukking zien we dat God er is, dat hij leidt, dat hij kracht geeft, dat hij doet wat nodig is om je er doorheen te dragen. In verdrukking leidt de Heilige Geest je er doorheen. Maar in verzoeking, wanneer het gaat om je vlees, om je eigen zondige verlangens, dan biedt God een uitkomst, maar je moet zelf kiezen voor die uitkomst. Het gaat om het testen van je geloof in het geval van verzoeking. En het gaat om je ergens doorheen helpen om je een les te leren in het geval van verdrukking. God leidt je als het aankomt op het testen van je geloof. En dat testen van je geloof, zoals bij Abraham in Genesis 22, dat is niet omdat God het niet weet. Dat is voor jou om te zien waar jouw geloof staat. Dat is om jou in een situatie te brengen waarin je boven alles op God moet vertrouwen. Waar geloof leidend moet zijn in de plaats van wat je ziet. En je mag leren vertrouwen dat God je ook zal leiden door die situaties heen. Je mag leren vertrouwen dat God je ook draagt en stuurt en alles geeft dat je nodig hebt. Dat betekent niet dat alles makkelijk zal zijn, maar in en door verdrukking heen is God er en draagt en leidt en stuurt Hij je. En je mag leren leven vanuit genade. Mijn genade is u genoeg. Als het aankomt op verzoeking en verleiding door zonde van je eigen vlees, mag je leren om de uitkomst, de uitweg te kiezen. Verdrukking en verleiding komen door heel andere dingen, maar de oplossing is altijd God. Wat er ook op je afkomt, ga naar God toe. Zoek geen oplossing in eigen kracht. Denk niet, God geeft me niet meer dan dat ik aan kan, maar zeg, Heer, u kan alles aan. U bent almachtig, alwetend, u kan alles. Help mij. Of het nou een zware, moeilijke omstandigheid is, waarin je je verdrukt en kapot gemaakt voelt. Of dat het een situatie is waarin je verleid wordt tot zonde. Je hebt in elke situatie heb je God en zijn leiding nodig. Het derde punt waar ik met jullie naar wil kijken, over de uitspraak, God geeft je niet meer dan dat je aan kan, is wat dit over jou zegt. Wat zegt dit statement over jou? We hebben naar de context van het vers gekeken, 1 Korinthe 10, 13. We hebben gekeken naar wat dit statement over God zegt. Maar het zegt ook dingen over jou. Het legt een verwachting op ons namelijk, een hele hoge verwachting. Want als er iets heftigs gebeurt, wat nou als jij er niet goed op reageert? Dan zijn er opeens issues met jouw leven, met jouw hart, met jouw kracht. Jij hebt opeens niet meer genoeg kracht. En dat kan pijn toevoegen aan een vaak toch al pijnlijke situatie. Hoe verschrikkelijk is het als het verlies van een partner, kind, ouder of geliefde er is? En je er goed mee om moet gaan uit eigen kracht. Want jij moet er God mee omgaan, want God geeft jou niet meer dan dat je aan kan. Wat nou als je alles verliest dat je hebt, een terminale ziekte hebt, seksueel misbruikt wordt, beroofd wordt, als mensen lasterend over je praten, welke andere verschrikkelijke situatie dan ook, dan zou jij uit eigen kracht daar goed op moeten reageren. Want God geeft je niet meer dan dat je aan kan volgens deze uitspraak. Hoe groot is de druk dan om ergens uit eigen kracht op te reageren? Waar je in de meeste gevallen in eigen kracht helemaal niet goed op kan reageren.
Hoe onrealistisch is dit? Wat voor een verwachting legt dit op ons? Maar laat je alsjeblieft niet misleiden. Dit is niet hoe God kijkt. In nogmaals 2 Korinthe 1 vers 8 en 9. Wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Paulus' gevoel wordt hier heel duidelijk. Boven ons vermogen, opdat wij zelfs aan ons leven wanhoopten, zegt hij in vers 8. Maar wat belangrijker is dan Paulus' gevoel, is Paulus' perspectief. Hij zegt namelijk opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Vers 9. Paulus moest leren om in zijn situatie, die meer was dan wat hij aankon, te vertrouwen op God. En op zijn goedheid, op Gods almacht, op Gods trouw, op alles wie God was. Hij moest leren vertrouwen op de God die zelfs de doden op kon wekken. Waarbij Jezus het ultieme voorbeeld is, want hij overwon de dood. De crux is dat Paulus' situatie te veel was voor Paulus om aan te kunnen. Maar het was niet te veel voor God. Hij kon het aan. De doodstraf die Paulus leek te wachten tijdens zijn verdrukking in Azië was voor hem te veel, maar niet voor God. Want God is de God die de doden opwekt, zegt vers 9. Paulus zag dit in het juiste perspectief. Hij wist dat hij niet op eigen kracht kon hopen. Want hij was machteloos tegenover de verdrukking en machteloos tegenover de mogelijke doodstraf. Bijbelcommentator Barnes heeft het volgende gezegd hierover. Dit is een buitengewoon mooi en belangrijk sentiment. Het leert dat in de tijd waarnaar Paulus refereert, hij in zulk groot gevaar was en zo'n ogenschijnlijk zekere dood voor zich had, dat hij niet op zichzelf kon vertrouwen. Hij voelde dat hij ging sterven en dat alle menselijke hulp nutteloos was. Alles wees erop dat hij ging sterven en het enige dat hij kon doen was zichzelf op de bescherming werpen van de God die de kracht had om hem zelfs vanuit daar te redden. Einde citaat. Dit is wat God wilde bereiken door de omstandigheden waar Paulus doorheen ging. Het was niet de bedoeling dat Paulus inzag, ik kan het aan. Ik ben sterk genoeg hiervoor, want God geeft mij niet meer dan dat ik aan kan. God is niet op zoek naar mensen die het zelf kunnen. Hij is niet op zoek naar mensen die zelf sterk genoeg zijn om er doorheen te kunnen komen. Hij wil mensen die hem eren en die hun leven overgeven aan hem. Mensen die inzien, ik kan het niet en ik heb u nodig. Dat is wie hij is en dat is wat hij wil. En hij wil dat we leven vanuit complete afhankelijkheid van hem in plaats van afhankelijk zijn van onszelf. Het statement God geeft je niet meer dan je aan kan legt de verantwoordelijkheid om ergens doorheen te komen bij jou en bij mij, bij u. En de taak om overeind te blijven ligt dan op jou, uw en mijn schouders. Wij zijn dan opeens degene die er doorheen moeten komen. Doordat dit is wat God je gegeven heeft. En dat is niet wie God is. Want als we de hele Bijbel erop naslaan, dan weten wij uit 2 Korinthe 12, 9 dat Gods kracht geopenbaard wordt in zwakte aan onze kant. Dat is wanneer hij zichzelf sterk laat zien. Wanneer wij zwak zijn, dan is hij degene die zijn kracht zal openbaren. Dat is wanneer hij alle ruimte krijgt om de mens op zichzelf te wijzen, om te laten zien hoe afhankelijk we zijn. Hoe meer wij dingen zelf proberen op te lossen, hoe meer we God in de weg gaan zitten. Er zijn heel veel mensen die proberen om God te helpen. Heer, ik weet dat u dit wil doen, dus laat ik u even een handje helpen. Of ik denk wel dat dit uw plan is, Heer, dus dat ga ik wel doen. In de plaats van dat we wachten op, Heer, wat wilt u dat we doen? Wat wilt u dat ik doe? Wat is uw plan, Heer? Want als jij vertrouwt op jezelf, waar heb jij God dan voor nodig? Als het statement is, God geeft je niet meer dan dat jij aan kan, dan heb jij God niet nodig. Want jij kan het aan.
Filippenzen 4:6 zegt: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. Als ik moet vertrouwen op mezelf, heb ik geen reden om te bidden. Als er geen dingen zijn waarover ik vanuit mijzelf bezorgd word, dan heb ik geen reden om te bidden. Als ik degene ben die alles moet oplossen, dan hoef ik niks aan God te vragen, want ik ben degene die het moet oplossen. Ik kan dan ook aangekeken worden op het feit als het niet lukt. 1 Petrus 5:7 zegt: werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Dit is alleen voor mensen die zorgen hebben, voor mensen die door moeilijke dingen heen gaan. Want anders heb je God niet nodig, heb je zijn zorg niet nodig, want jij kan voor jezelf zorgen. Daarom is het zo belangrijk dat de Heilige Geest ons leidt en door dingen heen leidt, dat hij onze helper is, zoals het woord zegt. Want je hebt alleen een helper nodig als je hulp nodig hebt. En daarom is God zo goed, dat wij mogen komen bij hem, onze zorgen op hem mogen werpen. Dat is niet zachtjes neerleggen, dat is smijten met alle kracht die je hebt. En het daar dan ook laten. We mogen leven waarbij we op een manier waarbij we alles in gebed brengen bij God. Al onze zorgen op hem werpen. En dat is de manier van leven die God voor jou heeft. Dat is waarvoor jij gemaakt bent. In plaats van alle druk op je eigen bord te leggen, mag je alles bij God neerleggen. Want alleen hij is in staat om alles te dragen. Psalm 46 vers 11 en 12 zegt het volgende: geef het op en weet dat ik God ben. Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken. Ik zal geroemd worden op de aarde. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Te vaak geven wij het niet op door statements als: God geeft je niet meer dan dat je aan kan. Want ik kan het toch aan, ik moet het toch aan kunnen. Nee, geef het op en weet dat ik God ben, zegt God. De Heere van de legermachten is met ons. Te vaak vergeten we dat dat de God is die met ons is. Te vaak vergeten we dat hij de God van Jacob is die voor ons een veilige vesting is. En door de uitspraak God geeft je niet meer dan dat je aan kan, voelen we ons gedwongen om het zelf op te lossen, om het zelf aan te kunnen en om het niet op te geven, maar om het zelf in handen te houden. Dus leg juist alles bij God neer. De God die geroemd zal worden onder de heidenvolken. De God die voor ons een veilige vesting is. Hij is de God aan wie je alles mag geven. Hij is de God die krachtig is wanneer jij krachteloos bent. Die trouw is wanneer jij trouweloos bent. Zoals 2 Timotheus zegt. Dat is de God op wie jij mag vertrouwen. Met alles dat er aan verdrukking op je afkomt. Met elke moeilijke situatie mag je vertrouwen op die God. Je mag vertrouwen op zijn liefde en op zijn hart. De conclusie is dat we in dit leven op aarde dingen zullen meemaken die veel zwaarder zijn dan dat we zelf aankunnen. En dat is niet om neer te halen of depressief te praten. Dat is gewoon de realiteit van het leven. Dat is ook wat God soms toestaat in ons leven. Neem al die dingen die Paulus meemaakte. Neem alles wat Jozef en wat Hosea meemaakten. We mogen weten dat God groter is dan elk van die dingen. We mogen weten dat de God die de doden kan opwekken, bij ons is. Als wij voelen dat het meer is dan dat wij aan kunnen boven ons vermogen, is het niet boven zijn vermogen. Hij kan mensen uit de doden opwekken. Hij kan de heftigste situatie aan. Wat er ook op jou afkomt, hij is sterk genoeg. Hij is groot genoeg. Zijn genade is voor jou genoeg. Dat is dus op wie je mag leren vertrouwen. Dat is op wie je je leven mag bouwen. Dat is het beste fundament dat je kan hebben voor elke situatie. En dat is Bijbelse vaste grond. Dat is waar je in elke storm van je leven op kan vertrouwen. God is wie je nodig hebt. Altijd. In elke situatie. Vertrouw hem dan ook.
In de plaats van de belofte geven dat we niet door lastige dingen heen zullen gaan, of dat we niet meer zullen krijgen dan dat we aankunnen, belooft Jezus dat we juist wel verdrukking zullen hebben in dit leven. In Johannes 16:30. God is heel eerlijk. Hij zegt het hoe het is. We zien dat voorbeeld in de levens van zowel oud-testamentische als nieuw-testamentische heiligen. We zien Jozef, Daniel, Jesaja, Jeremia in het Oude Testament. We zien Paulus, Petrus, we zien Johannes en de overige discipelen die allemaal meer op hun bord kregen dan dat ze zelf aankonden. Maar wat we in al deze situaties zien, wat al deze mannen en vrouwen gemeen hadden. Wat denk je van Rut die haar man verloor en naar een vreemd land ging? In alles wat deze mensen hebben meegemaakt, was er één gemene deler en dat is dat God bij ze was. Wat er ook gebeurde, ze gingen er samen met God doorheen. En dat zorgde ervoor dat ze op een God-erende manier door hun verdrukking heen gingen. We zien door het hele woord heen mensen die verleid worden door hun eigen vlees. We zien David, Saul, Petrus, Judas, verschillende mensen die verleid worden door hun eigen vlees. En voor hen was het allemaal mogelijk om niet voor hun vlees te kiezen. Ze hadden op basis van 1 Korinthe 10:13 allemaal van God een uitweg gekregen om niet te zondigen. Maar zij gingen mee met waar 1 Johannes 2 vers 16 het over heeft. Zij gingen mee met de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Want dat is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. Zegt Johannes. Vanaf het begin is dit wat ons verleidt. Vanaf het begin, en dat kan je helemaal zien in Genesis, dit kan je ook zien in de verleiding die de Heer Jezus kreeg. Dit is wat er gebeurt. De begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. En dit is slecht voor ons, want dit levert de dood op, zegt Romeinen 6:23. Dit is waar Paulus het over heeft in 1 Korinthe 10. Dit is wat de mens verleidt om dingen te doen die niet naar Gods wil zijn. Ons vlees is sterk, laten we daar ook eerlijk over zijn. Dit is niet alsof het alleen maar zwakke mensen overkomt. Dit overkomt jou, u en mij. Dat ons vlees ons verleidt, ons misleidt. Dat we dingen begeren die niet van God zijn. En dat we uiteindelijk ervoor kiezen om niet te handelen naar Gods standaard. Maar we mogen juist dan leren leven naar wie Hij is. Om geleid door de Heilige Geest te leven. Want waar ik mee begon, dat de Heilige Geest ons leidt door verdrukking en leidt in verzoeking. Daar schrijft Paulus het volgende over in Galaten 5 vers 16 tot en met 18 en vers 24 en 25. Hij zegt, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Vers 24, maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Geleid door de geest mogen we leven. Mogen we door verdrukking en in verleiding keuzes maken naar Gods wil. In allebei hebben we de Heilige Geest nodig. In verleiding zal de Geest ons helpen om keuzes te maken naar Gods wil, oftewel die weg te wandelen uit de verzoeking. In verleiding zal Hij de keuze voor ons stellen. Is Hij die stille, zachte stem die zegt, dit moet je niet doen, dat moet je niet doen. Kies nou voor het goede. In verdrukking is de Geest het die ons zal helpen om onze ogen op Jezus te houden. Om voor Hem te kiezen. Dat is wie Hij is en dat is hoe Hij voor ons zorgt. Dat is hoe goed Hij is. En dat is waarom het zo geweldig is dat de Heilige Geest in ons woont. Zoals 1 Korinthe 3 ons leert. Hij is altijd bij ons. Want we hebben Hem altijd nodig. Als christenen horen we te leven geleid door de Heilige Geest. Gevuld met de Heilige Geest. Efeze 5:18 leert ons dat we continu gevuld moeten zijn met de Heilige Geest. Word continu blijvend bijgevuld met de Heilige Geest, is wat Paulus daar in de grondtekst zegt.
En die continue vulling met de Heilige Geest is nodig, want de Geest is degene die ons kan en wil leiden en helpen in elke situatie van het leven. En elke keer wanneer wij zondigen, dan duwen we de Geest weg. Dan worden we minder gevoelig voor zijn stem. Laat de Geest van God je leven leiden. Of je nou in verdrukking zit, die door de wereld komt, door de Satan, of dat je verleid wordt door je eigen vlees. Door de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Kies voor de weg die de Heilige Geest je voorhoudt. Als wij door de Geest leven, laten wij door de Geest wandelen. Dus wandel door de Heilige Geest. Die zal je door verdrukking heen en uit verleiding helpen. Christen, God geeft je meer dan dat je zelf aan kan. Dat zien we bij allerlei Bijbelse voorbeelden. Maar gelukkig is er niks te groot voor hem. Niks is iets waarvan hij zegt, dit kan ik niet. Christen, leg je leven in zijn handen. Laat hem je leven leiden. De Geest leidt jou door verdrukking en in verleiding. En jij mag leren luisteren naar zijn stem, waar je ook doorheen gaat. Hoe moeilijk het ook is, kijk niet naar jezelf of naar een christen. Kijk naar de Geest. Open je Bijbel en ga zoeken naar wie God is, naar hoe goed hij is, hoe groot hij is. Als je emoties je te veel worden, ga door de psalmen heen en zie daar hoe je op een Bijbelse manier met je emoties mag omgaan. Als je door moeite en vragen heen gaat, zoek naar antwoorden in de Bijbel. Stel je vragen aan een Bijbelgetrouwe broeder of zuster, aan een Bijbelgetrouwe kerk. En zorg dat jouw leven gebouwd is op Gods woord, geïnspireerd door de Heilige Geest. Christen, in verdrukking haal je kracht uit hem, niet uit jezelf, want hij is degene die de doden kan opwekken, hij kan alles. Dus ook jou helpen in je lastige situatie. Christen, in verzoeking, wanneer jouw vlees jou misleidt, jou verleidt, wanneer je verzocht wordt, luister naar de Geest. Want hij wil je helpen, je kracht geven en je leiden om keuzes te maken die heilig zijn. Jezus zei in Johannes 10, 27, mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Volg Jezus. De Heilige Geest wijst ons alleen maar op Jezus. Volg Jezus in je keuzes. In verdrukking en in verleiding. God geeft je meer dan je aan kan, maar er is niks dat meer is dan de God die bij jou is. Laten we bidden. Heere God, we danken u voor uw woord. We danken u, Heere Jezus, dat u voor ons gestorven en opgestaan bent. We danken u, Heilige Geest, dat u bij ons bent en dat u ons wil leiden en sturen. En dat u God bent die ons altijd een uitweg geeft op het moment dat ons vlees ons verzoekt. Dank u wel dat u ook de God bent die zegt dat genade, uw genade voor ons genoeg is. Heere, leer ons luisteren naar uw stem. Heilige Geest, leid ons en leer ons luisteren naar uw leiding. We bidden dat u wonderen zal doen, dat u ons zal helpen in en door verdrukking heen. En dat u ons zal helpen uit de verleiding, doordat we dan wijze keuzes maken in de plaats van met zonde meegaan. Heer, we loven en we prijzen uw naam. We danken u dat u met ons bezig bent in onze zwakte. Dank u wel dat u trouw bent waar wij trouweloos zijn, dat u nooit tekort schiet. En Heere, help ons om keuzes te maken waar u blij van wordt. Heere, we bidden en vragen dat in Jezus' naam. Amen. Als je deze video's goed en bijbelgetrouw vindt, klik dan alsjeblieft op de like en op de subscribe button. Vooral de like knop helpt heel erg, want dan gaat Google en YouTube gaan deze video's aanraden aan andere mensen. Klik ook op het belletje zodat je notificaties ontvangt van nieuwe video's. En vertel andere mensen over dit kanaal, zodat meer mensen, meer christenen, Bijbels denken zichzelf eigen zullen maken. Zodat we Bijbels zullen leven in alles dat er op ons afkomt.